Welkom bij weer eens een aflevering van het COVID-19 journaal en wel de 35e editie. Vandaag zullen we even kijken wat de man van de straat te zeggen heeft over COVID-19, maar ook over de maatregelen door de verschillende instanties. Wel, look, feitelijk is je van alles aan het go, alles aan het steken. Is dat zo'n middag hier, een COVID. En als het ware, als je wat hier stopt, kom in hier een lieve stijl voor u nu. Het was hier veranderd en komt dat en zo. Waardoor nu een lockdown is bari. Denk aan dat u doet, een steek wat loopt toe. Is dat middag hier. En plus ook toe, een ziek. Als ik is revi en komoro he, toch? Waardoor nu de man komt tot een besluit voor put een lockdown in een wiki in een weekend voorlopig van week. De feest als dat is mij hori. Maar de hori kunnen dat je want dat hij dat de zondag hij de als het ware uitgesloten voor nu. Zowel kerkdiensten. Vijf is maar de ongeveer mag de in een gezelschap als het ware. Ja toch? Van wie gaat zo'n distance naar de man dat die. Maar soms wat langer je ziet. En dat door haar door het heet. Je ziet dat je de taak van taak. Libisma, een poor regie trouwen. Waardoor de man komt tot een besluit voor de lockdown in een weekend. En. Ja, go with the flow. Alles maar moest op wat wil je eens reviewen. Is dat wie? Wat kan je hand sanitizer? Je mondkap. En zo probeer zo weinig mogelijk voor go in een groep voor trasma. If I know de van hoe doe dat, hoef je niet te gaan. Ja, dat is het. Hoor, mijn andere regels, mijn qua straat. Geen probleem dan? No. Mij zag dat die unu was garantijd, we doen dat niet. Wel, mij vinden we een boos aan niet. Oké, zei dit. En dat voor nu doe zo, als ik op een morgen aan morgen. En dat doen we niet, is er aan man. Ik tak sarana mai hoor dina di rikhas de neule si final di rikhas sarana ma for ale dem black balik mi serefi ade mo pora her sani de neule si vita tapu a wetan la garanti poti de wandu sare wani de ole sko to as to ade ole sko to as poti sko to kola de lon e me come o men bari en latano ala asani na il faut de lanti efetan onu fo a rencontre no sikidati ala ukan de na kondreja. Ik heb het niet gezien. 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 Ja. Die regels wel, ze lijken wel zwaar, maar het is om onszelf, dus om zelf te dingen beschermen en zo. Dus dat. Ze zijn zwaar, maar ja, we moeten ons bij die regels houden. Wat doe je allemaal in het weekend wanneer we lockdown hebben? Ik met mijn kinderen doe ik activiteiten. Meer spelletjes, kaartspelletjes. Alle oude spelletjes komen uit de kast. That's it. Genieten, hè? Ja. Werkt het ook aan een soort van gezinsbinding? Ja. Veel meer lol. Want een tijdje ging het naar de kinderen gamen, zijn op je telefoon bezig of op de laptop. Maar nu zijn we met elkaar bezig en dan merk je dat het wel, net als toen wij met onze ouders waren, dat het gezelligheid brengt. Dus we kunnen best wel heel wat goede zaken halen uit de lockdown. Ja, ja, gezinnen komen, groeien sowieso naar elkaar toe. Dat je gewoon meer relaxed. Vooral van mij ook een wikikba. Dat je de dat je naar rust, meer rust, want ik moet niet meer afwezen. En ik heb een man afgezien, ik heb een weekend in een nieuwe spijde. Ik heb een man afgezien, ik heb een man afgezien, ik heb een man. Ja. In de lockdown met Sribi gewoon, tap mijn eigen kwantje in zo'n TV of zo. Relaxing gewoon. Aito. Eigenlijk je rust in de lockdown? Aito. Nou, rust goed toe.
Ay, ta. Ano mas trabo ko pa pala may tatak santo kidat te mga kosa ma. Ma, nagi uno ko saan te ita mga duwe. Ja, tak. Je houdt aan de regels van COVID. Is dat een uitdaging? Helemaal niet. Waarom niet? Omdat je jezelf beschermt. Ja. Dus het is geen uitdaging. Je ziet het niet. Als een trein op je afkomt, kan je zien en je kan springen, maar COVID niet. Ja. Is het om te gaan met het nieuwe normale? Dat is te doen. Ik merk het bijna niet meer. Nee, het is wel leuk. Als je door de week werkt, is het wel leuk. Is het weekend? Ja. Okay, maar wat doe je? Ik bedoel, je mag niet naar buiten, je blijft binnen. Wat doe je in de lockdown? Ik heb een baby, dus een bezigheid. Ja, dus bezig zijn met hem, dat neemt meer met mijn tijd in beslag. Ja. Maar je hebt dus geen moeite met de regels? Nee, helemaal niet. Ik denk wel dat het voor een goede doel is. Dus even aanhouden en dan zijn we straks COVID-free. Wel, het is werk, hè. Isabi, de visa naga jari, tapajari, de visa naga de ching, bori, no mila wa bor, ma milo bori. Isabi, dus de hoor mi bezig. Isabi, alleen dus dat die kapsa de toedi, dat die. Ja, maar soms mij meke moeilijk doen onhoed door de manier hoor die naar die regels, waardoor de maai siki en de kasiki tras maar ook doe. Zij het tegen de maratie? Wel, loko, lekva, dingen na COVID team. Ook toe, hij tegen hem, hij kon in de media ook toe, dat hij kon rekening. Kon ook wat de feesten, kon doen, wie je op die vier of zo, hoor ik. Zo klein als mogelijk bijeen, dat jongen dat kwam toesman om te naar jou. En ja, dan met dan doet het langer, je ziet dat niet. Is dat wel dat gitaar? En het drinken ding, moest de ook toe aan je trafassie, maar dat want te drinken. Maar na los, alles is los. Dat is zo de rigerigba. Isabi, dus je moest met trouwen. Toen was maar de neini. Dus ik zeg, ik keur het af wat dat betreft. Ik doe rekening naar de COVID-regels. Is het voor je moeilijk om je te houden aan de regels van COVID? Eigenlijk wel. Maar ja, soms moet je. Kijk, mijn moeder is een leerkracht, straks begint de school. En we zijn op zoek naar de schoolspullen. Het moet op den duur. Ja, en hoe is het om je te houden aan het nieuwe normale? Gaat redelijk wel, want we zijn al 6 maanden. En ja, 6 maanden voorbij. En op den duur ga je moeten wennen. Stay safe. We doen de sansa de matakina de man. Iedereen kon rekbaar. Dus in een mapsa de man. Mofo. Dus we werken mee. We hebben go mee naar de man. Kan de akang. Op een boombodoeling. Dus. Oh, ik heb pas aan dat. Maar als ik een voorbeeld na naar P, meer dan 1000 gevallen heb ik in een dag. En daar is het vrij nu. En wij hier zo, kunnen we op barkie, niet op boom, ja. Maar kunnen we op barkies maar in een dag en zo, dat is een potent total lockdown. Nou ja, het is een vast aan mijn dag. Als we nog gaan in een dag, dan liggen we. Maar, een pas aan. We moeten blijven houden aan de regels en ja, blijf thuis. Ja, dat is het. Alles maar, mijn broer en Assisa, tegen horen aan de regels. Nog wat straat is zomaar steeds het lockdown. En koolibi dat is zo lobby. Boy, hou je eraan. Want ik persoonlijk ben moe van het thuis zitten. En nu het vakantie is, wil je ook eruit. Dus hou je eraan. Want ik heb het dat ik me kende horen steven, dat ik wel zeker aan die potie, dat voor zeker ook een boel naar z'n aan. Afstand houden, bescherm de ander. Mohana, Mohana. Mondkap op, handen wassen. Afstand houden, bescherm de ander. Mohana, Mohana. Reinig je handen op tijd, genoeg afstand houden. Niet te dichtbij als je bent verkouden. We kunnen de strijd aan door op elkaar te bouwen. En doen wat nodig is om uit te houden. Doen een egoïstisch, mondkap op. Voor even die feesten, dat komt toch nog. Laten wij eraan werken dat dit virus stopt. Zodat we weer kunnen gaan naar de normale klok.
Niet bang worden, voorzichtig zijn. Als we samenwerken, komen we er wel uit. Hoe groot de strijd lijkt, we komen dichterbij. We moeten eveneens vormen als maatschappij. Mona, 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 Mona. Mond kapot, handen wassen, afstand houden. Mo, han, a. Zo heeft u natuurlijk kunnen luisteren wat de man van de straat vindt van COVID-19 in Suriname. En hiermee hebben we het ook gehad voor wat betreft het COVID-19-journaal van zondag natuurlijk. En we willen u natuurlijk even erop herinneren dat we ook een Mohana Challenge hebben. Vergeet niet, mondkap op, handen wassen, afstand houden. Ga naar de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid en ook naar Mohana Suriname. En doe mee en laten we kijken hoe creatief jullie zijn met COVID-19.